Kijk nou, er staan allemaal hele blije kleine eieren om me heen. En ik ga kijken of ik een shiny Happiny kan vangen. We zijn namelijk net begonnen aan de Pokémon Violet Shiny Only Challenge. Dit is mijn beste mattie. Die ving ik na 1,5 uur in de game. Check de vorige video als je die nog niet gezien hebt. En vandaag ga ik dus proberen om via een Mass Outbreak een shiny Happiny aan mijn team toe te voegen. Maar eigenlijk zijn ze allemaal veel te leuk om te verslaan, joh. Maar hoe kan je het nou triggeren dat er snelle shinies komen? Stap 1 is dus inderdaad om naar een Mass Outbreak te gaan. Die zie je aan het begin van de game met dit soort vraagtekentjes. Dan spawnen er een hele hoop dezelfde Pokémon. En daarvan ga je er eerst gewoon 60 verslaan. En dat kan je gewoon doen door jouw Pokémon er op deze manier uit te sturen. Bam! Dat is nummer 1. Ga maar gelijk door! Nummer 2. Lekker. Nou, nummer 3. Nummertje 4. Ik vind het wel een beetje zielig. Ze rennen allemaal weg. Pakken. Oh. Nummer 5. En zo gaan we dus eigenlijk gewoon tellen. Tot we bij de 60 zijn. 7. Nummer 8. Nummer 9. Nummer 10. Ik kom zo bij jullie terug. En dat is 60. Hoppakee. Nou, vervolgens ga je gewoon alle Pokémon checken van wie je de Mass Outbreak aan het doen bent. Waarschijnlijk zit er nu nog niet direct een Shiny tussen. Nou, hier is inderdaad geen Shiny, want de Shiny Happiny die is iets paarser. Deze is allemaal heel roze. Hallo, oh, jullie zijn wel echt zo schattig allemaal. Dat ik jullie net allemaal heb verslagen. Nou, tijd om te gaan kamperen. Wat je namelijk doet met het kamperen is dat je alle spawns reset. Dus alle Happinies die over waren, dat worden nu nieuwe Happinies als ik mijn picknick beëindig. Dus nu spawnen er allemaal nieuwe Happinies. Je ziet er al 2 daar in de verte. Meer, ja, er komen er steeds meer bij. En eigenlijk herhaal je dit dus net zo lang tot je een shiny Pokémon tegenkomt. Het is belangrijk dat je niet nu nog meer Happinies gaat verslaan, want als je dat doet, dan komen er minder spawns. En dus ook minder kans op shiny Pokémon. Nou, ik heb alle Happinies weer om me heen verzameld. Zoals je ziet, ze komen er allemaal weer aan. Er zit geen shiny tussen. Dus we gaan opnieuw picknicken. En dit trucje blijf je dus herhalen, herhalen, herhalen en herhalen. Oké, ik heb nu 17 keer mijn picknick gereset. En kijk eens wat er gebeurt. Als je heel goed kijkt, zie je dat hier inderdaad een shiny Happiny voor mijn neus staat. Hij ziet er niet gelijk heel anders uit. Maar je ziet dat de tweede Happiny klein beetje donkerder is. Hij is iets paarser dan roze. Dus wat je nu wilt doen, is keihard je game saven. Want stel je vangt hem nu niet, dan spawnt hij alsnog nog een keer in. Ja, en dan easy. Dan ga je er gewoon tegenaan lopen. En dan ga je hem gewoon vangen. Hoppakee, daar zie je het, de sparkeltjes. Ik denk dat ik wel een absorpje kan doen. Ik denk dat hij niet kapot gaat van 1 absorpje. Oh, het is een vrouwtje. Dat zij niet kapot gaat van 1 absorpje. Wat ga jij dan doen, Happiny? Jij gaat mij een kusje geven. Nou, wat lief. Ik ben nu confused. In dat geval wil ik jou even laten slapen, Happiny. Je kan natuurlijk ook gewoon gelijk een pokebal gooien. Dat werkt vaak ook nog wel op dit soort lage levels. Maar zo, hey, dit is nice. We hebben gewoon dus nu eigenlijk na 2,5 uur spelen al 2 shinies in Pokémon Violet. En jij kan dit ook doen. Op exact deze manier zou jij ook in het begin al allemaal shinies kunnen gaan vangen. Super vet, super tof. We hebben er 2, ja, in de pocket. Welkom in het team, Shiny Happiny. Hey, maar het is geen eens een ei. Dat wist ik niet. In de Pokédex staat dat ze heel zorgvuldig een ronde witte steen ronddraagt met zich. Ze denkt dat het een ei is. Eerlijk gezegd, ik dacht ook dat het een ei was. En Happiny vindt het vervelend dat ze een krulletje heeft in haar haar. Wat? Laat even weten in de reacties of jij deze methode ook al geprobeerd hebt. Welke shiny Pokémon je hebt. En als dit een handige video is, dan doe het duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Veel van jullie wisten dit misschien al, want de game is al eventjes uit. Maar ik hoop dat ik toch een aantal van jullie gewoon heb kunnen helpen. Ik voel me toch wat zekerder nu hoor, nu ik met 2 Pokémon op pad ga. Hoppakeetje. Ja, 2 roze Pokémon. Ja, de ene is dan niet roze, de andere nou, is ook een beetje paars. Ik wil eigenlijk wel even foto's maken met mijn shiny Pokémon. Daar is Hoppip. Waar is die andere? Happiny is lekker aan het slapen. Oh, Hoppip, kom erbij. Draai even om. Ja, leuk.
Leuk, hallo. Ik ben wel echt super blij dat ik nu al een Mass Outbreak heb kunnen vinden, waar ik ook daadwerkelijk wat mee kon. Komt niet vaak voor dat je nu al zo'n low level Mass Outbreak hebt, dus dat is super nice. Misschien kunnen we samen Katie verslaan. Maar ik denk dat ik eerst nog even moet trainen. Hallo mevrouw, mag ik mijn shiny Pokémon tegen jou trainen? Ik wil Happiny voor het eerst in actie zien. Oh, en dat gaat gebeuren tegen een Slackoth. Ik heb alleen Pound als aanval. Ik kan mezelf verdedigen, Copycat, en ik kan mijn tegenstanders confusen. Oh, ga je mij nou gelijk scratchen? Ga je gelijk zo doen, Slackert? Ben jij gewoon sterker dan mij? Vind ik niet cool. Oh, Slackert die is aan het rondkijken. Die doet niks of zo. Je hebt een beetje een Slackert die geen zin hebt om te battelen. Let's go, Happiny. We kunnen deze Slackert pakken. Wij samen. Ik ga je straks wel een potion geven. Mocht het nodig zijn. Maar misschien is het niet eens nodig. Oh, oh. Oh, Encore. Ik moet nu wel dezelfde move nog een keer gebruiken. Maar ja, geef niet. Dat was ik toch al van plan. Lekker, Happiny. Ik ben trots op je. Jij hebt gewoon deze Slackert verslagen. Heel goed gedaan. Yay, je eerste gewonnen battle. Het is wel echt nice om straks een Blissey in mijn team te hebben. Want dat is zo'n tank Pokémon die heel moeilijk kapot gaat. Ik denk echt dat Shiny Hoppip en Shiny Happiny een heel goed team zijn samen. Ze beginnen ook allebei met de letter H. Oh, nu zou ik eigenlijk een Houndour moeten vangen die ook Shiny is. Dan krijgen we een Shiny Alphabet Only Challenge. Mag je ook nog Helioptaal vangen? Maar Helioptaal zit niet in deze game. Dus dat gaat hem niet worden. Wat zijn nog meer Pokémon met een H? Laat het even weten in de reacties. Willen jullie dat? Ik denk dat dat niet haalbaar is eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben. Come on, Happiny. Pak die Azurill. Dat is een flatsie. Oh ja, wacht even. Ik zit te kijken hoe ik daar nou naartoe moest. Maar ik moet natuurlijk via die poort van Massagoza. Let's go, Katie. Kom eraan. Oeh, zou ik nu al dit soort raids kunnen doen ook met mijn Pokémon? Ja, dit kunnen we aan hoor. Dit kunnen we sowieso aan. Kijk maar. Hoppakee. Okay. Ik wil even kijken wat je daar allemaal voor kreeg. Maar ook best wel veel experience candies. Dus dat is nice. Is het een shiny? Het is geen shiny. Dat zou ook wel heel gek zijn. Maar ik kan wel lekker snoepjes geven natuurlijk aan Happiny. Zodat hij ook een paar leveltjes omhoog gaat. Hoppakee. Level 12. En een nieuwe move. Disarming voice. Ja, dat wil ik wel. Oh, happy day. Je bedoelt oh, Happiny day. Of bedoel je oh, Hoppip day. Je bedoelt oh, Hoppip day, hè? Oh, Hoppip day. Ja, jij vraagt erom hoor, om te battelen met mijn Hoppip en mijn Happiny. Die passen allebei perfect in jouw liedje. En jij hebt een Fanfie. Bedoel je dan niet? Oh, Fanfie Day. Ik ga voor de wind van een vee. Of ga ik voor Absorb? Of ga ik hem laten slapen? Of ga ik voor Tackle? Ik ga nu voor Tackle. Let's go. Oh my gosh, deze Fanfie. Deze Fanfie is heftig. Hartstikke idee. Oké, Fanfie gaat kapot. Het is oh Hoppip Day vandaag. Oh, echt zo'n leuke shiny, jongen. Ik vind deze echt cool. Ziet er zo leuk uit. Goed gedaan, Hoppip. En hier voor mij ligt de stad van Katie, waar zij gymleader is. En zij heeft Bug-type Pokémon. Een Bug-type Pokémon maakt een gras-type Pokémon kapot. Maar Hoppip is ook een Flying-type. En Bug tegen Flying is not very effective. Dus ik heb hoop. Kan jij net als ik niet wachten op die video? Knal dan een duimpje omhoog. Ik hoop dat jullie wat geleerd hebben van deze video. Abonneer gelijk even nu je hier toch bent. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!